Op deze prachtige lentedag wens ik iedereen die het viert een mooi Nowruz. Een jaar waarin mensen dichter bij elkaar komen en er democratische bloei komt op plekken waar onderdrukking geldt. Gisteren ervaarden we als D66 een lente in de lokale verkiezingen. Maar werden we tegelijkertijd herinnerd dat democratie hard en permanent werk vereist om haar scherp te houden. Tussen Iran en Europa is veel gebeurd het afgelopen jaar. Voor het eerst in 7 jaar reisde een delegatie Europarlementariërs naar Iran. Dat was tijdens Yalta. En ik hoop ook Nowruz een keer in Iran met de gastvrijheid van Iraanse mensen mee te maken. De betrekkingen tussen Europa en Iran, of Perzië, zijn eeuwen oud, van economie tot cultuur. En het zou beperkend zijn om ons alleen tot de huidige, lastige politieke betrekkingen te richten. Toch is me ook tijdens mijn bezoek aan Iran duidelijk geworden dat geen land politiek kan bloeien als de regering niet de rechten en vrijheden van mensen respecteert en centraal stelt. Daar zou ze haar legitimiteit aan moeten ontlenen. En ik heb gezien dat mensen in Iran klaar zijn voor meer openheid, modernisering en betere aansluiting bij de rest van de wereld. Voor een Perzische lente. En vrouwen lopen in die ambities vaak voorop. Dit staat in sterk contrast met het feit dat ze achter in de bus moeten zitten en andere nadelen ondervinden, zoals in het familierecht of door het ontbreken van een keuze in het dragen van een hoofddoek. Ik heb het grootste respect voor Nasrin Sotoudeh, maar ook voor Gohar Ekshti, de moeder van Sattar Beheshti. Zij staan symbool voor de dagelijkse strijd om rechtvaardigheid en voor vrijheid voor alle Iraniërs. Als het aan de bevolking van Iran is, is het klaar voor de lente. Voor nu wens ik u allen bij het begin van dit nieuwe jaar vooral een Nowruz etan Pirouz, Horuz etan Nowruz.